allemaal, welkom bij deze video. Mijn naam is Belinda en ik wou wat laten zien wat ik zelf maak. En dat zijn doorzichtige zakjes met een papieren achterkant. En je kan daar van alles in stoppen en dan kun je hem zo bijvoorbeeld dichtvouwen. Ik maak het van verschillende soorten papiertjes in verschillende maten. En ik wou even kort laten zien hoe je dat maakt. En daarvoor heb je nodig, ik zal even laten zien, doorzichtige folie. En dat zou je kunnen gebruiken van de kaartenzakjes die bijvoorbeeld bij de Action te koop zijn. Maar je kan het ook op een rol kopen. Je hebt daarvoor nodig dubbelzijdig tape en papier. En dan zou je bijvoorbeeld het papier voor de kleinere zakjes kun je het papier bijvoorbeeld van de blokjes. Deze zijn, ik dacht, 50 cent bij de Action. Kijk, deze heb ik gekregen. Er zitten allemaal ontzettend leuke papiertjes in. Deze zou je voor kleine zakjes kunnen gebruiken. En deze had ik gekregen en die is van de Zeeman. Dat is een scrapbook. Die kost 1,79 zie ik. En daar zitten allemaal A4 vellen in. Nou, je snapt wel, ik vind deze erg leuk. En vooral met de hartjes. En even kijken of die er nog in zitten. Nee, ik heb ze allemaal al gebruikt. Als ik het zo zie. De stippen, heel leuk. En daar zit ook in, maar daar heb ik nu de laatste van eruit gehaald. Deze leuke met bloemetjes. En deze ga ik nu even gebruiken. En ik maak dus een groter zakje. En wat heb ik gedaan? Ik heb een rechthoek geknipt. De grootte van het zakje wat ik zou willen. Daar heb ik dus aan de zijkanten, de volledige randen, heb ik dubbelzijdig tape gedaan. En dat tape, dat haal ik er nu even af. En voor degene die denkt, oh, ik zit aan de verkeerde kant, dat gaat al nooit lukken natuurlijk. En voor degene die denkt, wat heeft ze aan de hand? Ik heb mijn pink gebroken op twee plekken, aangezien ik ben blijven haken bij de trapleuning. Omdat ik te snel naar beneden wil. Maar dat is al eventjes geleden. Dus gelukkig gaat het veel beter. Ik moet nog de laatste eraf halen. Zo zijn ze er allemaal af. Plakt lekker dit randje. En dan plak je dat op het papiertje. En dan plak je dat vast. Zo. En eventueel zou je hem nog wat bij kunnen knippen. En dan heb je dus voor jezelf een leuk zakje met een achterkantje gemaakt. Kijk. En die kun je zo dichtvouwen. Kun je hier een sluitsticker op doen of een stukje tape. Dus het ziet er geweldig uit. En dit was het wat ik even wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doeg!